Van de vele stinsen die vroeger het Friese landschap sierden, zijn er maar weinig overgebleven. Het Poptaslot in Marsum is een gunstige uitzondering. Men vermoedt dat het bouwwerk tussen 1512 en 1525 is opgericht. Het Poptaslot heeft de tand destijds goed doorstaan. In 1687 werden staten met alle bijbehoren aan Henricus Popta verkocht. Deze man was advocaat aan het Hof van Friesland. Henricus Popta was door zuinigheid en hard werken een welgesteld man geworden, was ongetrouwd en woonde in Leeuwarden. Het Poptaslot werd zijn zomerverblijf. Naast zijn slot liet Popta een vrouwengasthuis bouwen. Bij testamentaire beschikking vermaakte hij het gehele slot aan het vrouwengasthuis. De tuinaanleg is herhaaldelijk gewijzigd. Uiteindelijk kreeg het Poptaslot een geometrisch aangelegde tuin naar een ontwerp van Willem Cornelis de Groot.